Ik denk dat stemrecht op 16 jaar op dit moment niet zo'n goed idee is. Ja, ik ben wel voor stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar. Ik ben voor stemrecht vanaf 16 jaar. Ik ben geen passioneel tegenstander van stemrecht voor 16 en 17 jaar, maar ik ben al een limiet niet voor. Ik ben voor stemrecht vanaf 16 jaar. Ik ben voor stemrecht voor jongeren vanaf 16. Stemplicht voor 16 jaar zou ik normaal niet goed idee vinden. Dus geen stemplicht, maar stemrecht. Volgens mij is het beter vandaag nog een beetje mee te wachten. Volgens mij moeten jongeren zo lang mogelijk jong blijven. Jongeren zijn perfect in staat om na te denken, samen na te denken, dus debat aan te gaan. Om te kijken wat dat goed en kwaad is, waar dat ze voor en waar dat ze tegen zijn. Niet meer of niet minder dan de rest van de bevolking, geloof ik. Omdat die leeftijd veel logischer is wanneer je de andere belangrijke wettelijke leeftijden in ons wetboek bekijkt. Vanuit de psychologie weten we dat iedereen ontwikkelt op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. En dus elke leeftijdsgrens is eigenlijk niet zo zinnig van een psychologisch standpunt. Omdat ik het belangrijk vind dat we als samenleving jongeren als volwaardige burgers beschouwen. Het is niet vanaf 18 dat je burger wordt, maar het is vanaf jouw kind zijn dat je burger bent. Dat het nu 18 is, is omdat op die leeftijd heel veel andere burgerrechten en plichten worden geïnstalleerd. Je moet ergens een grens trekken en we hebben nu gekozen om die in het algemeen voor de meerjarigheid op 18 te leggen. En dan lijkt het mij ook maar logisch dat als je vanaf 18 heel wat zaken mag doen met de wagenrijden, zelf een huis kopen of wat dan ook, dat je vanaf dan ook echt stemrecht hebt. Omdat die leeftijd veel logischer is. Zo mag je alcohol drinken vanaf 16. Zo mag je geslachtsgemeenschap bedrijven vanaf 16 en zo word je in de familierechtbank gehoord vanaf de leeftijd van maar liefst 12 jaar. Die adolescentie heeft een specifieke doel in onze ontwikkeling, namelijk te kunnen uitproberen, te kunnen experimenteren, zodanig dat als je een volwassene bent, dat je stevig in je schoenen staat en je al weet wat je wil. Belangrijke voorwaarde is wel dat we heel veel inspanningen steken in het goed informeren van kinderen en jongeren, zodanig dat dat recht op participatie eigenlijk niet zomaar betekenisloos is, maar direct kan gelinkt worden aan het recht op informatie. Het zou best gekoppeld worden aan meer politiek-maatschappelijke vorming op school. En natuurlijk moeten we dit begeleiden. De meeste mensen weten niet waarover het gaat en informeren zich niet. Ik ben ervan overtuigd dat 16, 17-jarigen zich misschien meer gaan informeren dan andere mensen. Het kan ervoor zorgen dat het perspectief van jongeren en de thema's die jongeren belangrijk vinden veel prominenter op de politieke agenda komen dan vandaag. Het onderwijs zal daardoor misschien ook wat meer aandacht besteden aan politiek en maatschappij. En aan de andere kant denk ik dat stemrecht vanaf 16 jaar er misschien ook voor zal zorgen dat politieke partijen meer aandacht gaan geven aan jongeren. Als je stemrecht hebt, dan tel je mee. De politiek gaat met jullie rekening houden. Dus kortom, stemrecht vanaf 16 jaar kan voor mij een manier zijn om jongeren meer bij de politiek te betrekken en omgekeerd ook de politiek meer bij jongeren te betrekken. Maar dus ja, stemrecht vanaf 16 jaar om onze democratie te versterken. Om ervoor te zorgen dat democratie terug iets is waar we in geloven en waar we voor gaan. 16, 17 jaar is veel te belangrijk om niet mee te tellen, dus stemrecht. Vanaf je 12 jaar mag je mee bepalen hoe je verblijfsregeling, je onderhoudsregeling en dergelijke eruit ziet. Waarom dan ook geen stemrecht vanaf 16 jaar? En dus ik zou veel meer investeren in andere vormen van opleiding of vorming en inspraak dan alleen maar het stemrecht, zodat die mensen als goed gevormde burgers op hun 18 jaar misschien beter gewapend dan nu en misschien beter gewapend dan de huidige 18-plussers van het stemrecht gebruik kunnen maken.
Adolescenten zijn net bedoeld om niet te weten wat dat ze willen. Dat is net de bedoeling van adolescentie. En dat moeten we ook zo laten. En dat is toch wel belangrijk, want politiek dat gaat over ons allemaal. Dat gaat over de richting waarin we de samenleving willen sturen. Ik zal daar nog een beetje mee wachten, maar doe zeker uw mond nu al open.